Yo guys, van harte welkom bij Days Gone. Het is aflevering 21 en ik ga mijn intro gewoon lekker kort en bondig houden. Want de locatie, als je de serie volgt, moet je wel herkennen. We hebben wat random bandits aangetroffen die een lijk, tenminste inmiddels een lijk, hebben gemaakt. Ze hadden daar gewoon een overlever vastgezet en helemaal kut. Ik was weer net te laat, dus die gast heb het niet overleefd. Maar goed, in dit gebied heb ik mijn motor neergezet, zijn we erg dicht bij de story mission en heb ik in ieder geval wel veel gasten kunnen looten, dus daar ben ik wel blij mee. Zo. Dus van harte welkom, aflevering 21. Ik zie hier allemaal kruisjes op de map. Ik zou niet weten waarvoor dat is. Ze zeiden het is de grens van Ripper Territory en ik zie hier uiteindelijk alleen maar zombies eigenlijk. Maar goed, ik was best wel door mijn resources heen, dus ik pak echt even het een en ander op voordat ik daar naartoe ga. Maar goed, het is klaarlichte dag, dus ik ga wel gewoon even schieten op die gasten. Bam. Ik zal vast hun aandacht hebben getrokken, maar het boeit me vrij weinig nu. Let's go, guys. Schizo, it's St. John. I'm at the border. You see any of my men around? No, Schizo, it's clear. Look, how much time do I got? Time? Time for what? All I know is I got a card game going on with a few of my guys. A couple of them maybe that should be out on guard duty, but I'm letting that slide. If I had to guess, I'd say we'd be playing all night. So until morning. Got it. Deacon out. Gaan we dan. Zwaar verboden terrein. De grens met de Rippers. Een missie voor Schizo. Gozer vertrouw ik ook van gemeten. Gevaarlijk wel, hè? Beetje druk ook. Oké, hier we go. Can use this. Geen idee of we dit überhaupt stealth kunnen doen, jongens, maar. Zo. At last. Fire! Fire! Really?
Hoezo heb ik maar 50 XP gekregen voor deze gast? Dat was echt een of andere Mad Max-achtige gastje. Oké, zal wel. Hey. Dit. Ik vind het wel echt vreemd om als dat die Molotov echt geen moer bij hem deed. Hij stond gewoon fikkend verder te schieten. Oh. Dat is gewoon een dikke machine gun. Maar in plaats van de kruisboog. Dat vind ik dan wel weer jammer. Hoeveel ammo? Maar 16? Ja, dit is het niet eens een seconde waard. Kijk, ik denk dat we nu gewoon voorbij de soort van beveiliging zijn en de weg moeten vrijmaken voor mijn motor ofzo. Shit, guys. Dit is echt gewoon Ripper-gebied. Had ik niet verwacht. Waar zijn we, joh? Allemaal territory van de Rippers. Heel kut. Echt heel kut. Wow, 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 wow. Tjonge, jongen. Even de motor bijvullen en dan er gewoon langs peuken ofzo. Oh wauw, ik hoef niet eens fuel te gebruiken. Wat is dat nou weer? Holy shit. Karom. Overal lopen die echt grote freaks rond. Jeetje, dit is net een soort Far Cry 5 of zo. Als ik nou, dat lijkt me wel een goeie, want op die manier verspil ik geen ammo. Als ik nou hun sniper jat. Sniper jatten en dan op dit schieten. Carlos, why don't you go fuck yourself? Zijn er nog meer luidsprekers? Wat, geen ammo meer. Hier ook maar één kogel, oei. Erop of eronder.
Oké, laat ik maar snel verder gaan. Raar plekje, man. Je kan ook helemaal niet snel opslaan hier, dus... Laten we maar snel naar de story gaan. Oh, hier is dat vliegtuig. Super sick, man, met die regen. Hier heb ik echt concept art van gezien, man. Super vette plaatjes op Google. Jesus, what a mess. Jezus. Oké, hoe de fuck ga ik dit doen? What the fuck? Hey, stop it! Jongen, dit is echt heel intens. Oké, ik moet echt ASAP nog een Oh, ik kan ook geen molotovs meer maken. Holy fuck. Een explosive moet ik hebben nog. Oh, die kids. Wat? Ik heb het gedaan. Tough. Son of a bitch. Brekeroor. What the hell, bro? You gotta find me some antibiotics. Oké, nu even goed hier rond snuffelen, want ik heb hier natuurlijk alleen maar in paniek rondgerend. Ik had daar op zich nog een explosive gehad. Jeetje. Hij is dus echt weak voor headshots, valt me wel op, want hij had echt nog een kwart aan leven. Ik had het niet verwacht. Ik heb hem echt heerlijk in de fik gezet en zo, dat soort shit. Nou ja, dit is dus het vliegtuig.
Het vliegtuig waar het allemaal om gaat. En een plantje. Ook niet verkeerd. Hoor die cats nou. Creepy man. Oké, laten we snel het vliegtuig ingaan. Is er niet meer te ontdekken hier? Ja, dit was echt een soort playing area waar je gewoon die bolles had kunnen verslaan, hè? Maar daar ook nog die kids. Kijk ze nou. Ik weet niet in hoeverre die berenvallen hadden geholpen tegen die breker. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar inmiddels. Oh, er is gelukkig niks met mijn motor gebeurd. Diesel fix him up and then we ride out of here, head north like he said. Deacon St. John, you there? Deke, this is Ricky. Over. Damn it, I can't let her know I'm out here. Hey, Ricky, this is Deke. You're breaking up. I can't hear you. Deke, where are you? Oh my god. Dit was echt het domste wat ik kon doen. Oké, dit doet paniek, hè? Dit doet paniek. Ik denk ik moet zo snel mogelijk wegwezen hier en ik crash mijn motor gewoon keihard in de boom. Wait, let's take it. Behind him! Right up the road, make sure they don't come back. Now! Find it. What was left of it? Yeah. What was left? Hey, I heard gunshots. What's going on? We had a run-in with a few rippers, but I handled it. You handled it? What's it? Wow. I should have known. You should have known what? Jesus, Ricky, who's running security here? You know, I ask myself that shit every single day. I'm done here. Good. So what are you doing out here? What am I doing, Dick? Addie told me to come and get you. Why? Wait, hold on for a second. Is Boozer okay? I don't know. We gotta go. What's wrong with Boozer? All I know is Addie told me to find you. When I asked around, I found out you and Schizo were heading up here. Now I know why. I don't know what you're talking about. The crash site? The medical supplies? It's no big secret, Deke. Iron Mike was negotiating with Carlos, making a deal so our camp would split it with the Rippers. Oh, bullshit! What do you mean? I mean bullshit! I was there. At that cargo hold's already been looted. Tracks from the crash site all head south. Now, I've been dealing with the fucking Rippers for months. You can't trust a goddamn thing they say. Now you're sounding like Schizo. Schizo, he put you up to this. He told you about the crash site. Yeah, great. So now you're calling me Schizo's errand boy. No? Then how'd you find out about it? A drifter up at Copeland's camp. Like you said, it ain't no big secret. Yeah, right. Schizo's been trying to pick a fight with the Rippers for months. Guess it's lucky you came along to do it for him. So let me ask you something. Can I stop you? Last time I saw you, before last winter, you told Iron Mike to go fuck himself because he wouldn't pay you to bring in survivors. Not exactly what happened. I remember it pretty clearly. Iron Mike said he'd have nothing to do with slavers. Okay. We never forced anyone to come in against their will. How about Tucker? Same thing true for her? I don't know. You ever think when you roll up on someone, starving out in the shit, maybe hasn't slept in days, reach the point where they stop running from men like you, you ever think they don't have a choice? But you took them to the hot springs just the same, earn a few camp credits. Everybody's got a choice, Deacon.
It takes us a lot, too, bringing in someone who can't work, can't earn their way. You know, you just be glad that Iron Mike isn't like you. William! William, if you can hear me, I need you to stop! Addy, what's going on? Boozer! Go and hold him. What the hell are you doing? What are you doing? Listen, we need to do this, and we need to do this right now. You what? No! Don't you... you take Deacon. It! No, no. No, you're not... No way. No, you're not going to do this. Deacon, listen to me. The antibiotics will save his life, but nothing on God's earth is going to save the arm. Now, listen, I need you to help me right now, or you can just watch your friend die. Okay. Andy, we're losing him. Wait! Deacon. All right. All right, all right. Come on. Hey, pal. Hey, pal. All right, hey, I just need you to stay hold with him. Me. Hold him there. Okay. Hold him. Deke. Okay. Hold him down right there. Okay. Ah! Oh, goodness. Ah! I'm at losing. No. He's losing too much blood. You gotta stop. He's losing too much blood. Hand me the ball. No. Boozer, come on, man. Come on. Hold him. You're okay, pal. Where? Where do I hold him? Just hold him like this. Stop panicking. I'm trying. Hey. You did good in there. When I was in high school, I thought, maybe I should be a mechanical engineer. Or should I be a surgeon? I guess I should have been a surgeon. And you. Hey, okay. You know, you saved your friend's life today. I don't think he's gonna see it that way. Yeah, well, I think he will. I gotta go and give him his IV drip. And you know what? I don't know where you got all this, and I don't want to know. But it's gonna save a lot of lives, Deacon St. John. A lot of lives. I gotta go help Addy. Mike, just settle down, okay? Deacon! Get out here! I heard what you did. I wasn't about to let him die. Mike, let it go. It's done. I know that, goddammit. Who's are gonna live? I don't know. But the Ripper saw you. Followed you back. When Carlos finds out about this, there's gonna be the devil to pay. Carlos can go fuck himself! You are writing checks with other men's blood! I hope you're good with that. You did what had to be done. Mike, wait up. Spelen met levens, 55%. Vervolgens deze scène. En dan krijg je Iron Mike's vertrouwen erbij. Beetje ironisch, niet? Zo, in 4 verhaallijnen progressie. Iemand van vroeger, 42% van meer hebben we niet, 15% hou je vrienden bij je, 36% verscheurd. Heel intens en fucked up dat die Rippers mij gevolgd zijn, maar goed, het hoort bij het verhaal. Het hoort bij het verhaal, dus ik ga me ook nergens druk om maken. Het hoort er allemaal bij. Zo loopt het nou eenmaal. En het is een stukje Sarah. Ik weet het nog, verhaal. Spoor een Nero veldonderzoekersteam op. Dat is ook altijd wel vet hoor. Nou, voor de rest, als je hier rondkijkt. Ja, eigenlijk helemaal niks, hè? Misschien een historische informatie hier en daar. Alhoewel.
motor heeft niet genoeg brandstof. Nou, daar zorgen we daar toch voor. Oké, wel gratis alsjeblieft. Ja, dus we gaan naar die verhaallijnmissie. Dat gaan we gewoon doen. Even snel tussendoor. Ik vind trouwens dat er in deze hoek vrij weinig tankstations zijn als je zo rondkijkt. Er is er hier één. En er is er hier één. En dat moet dan deze hoek coveren ofzo. Maar alsnog, als je in deze hoek zonder brandstof komt te zitten, oei. Ik ben nou heel benieuwd, hè, wat zo'n breker... Hey. Hoeveel dat waard is. Oké, een brekeroor. Nice, good haul. That's it for now. 16 vertrouwen en wat geld. Got it. Okay. I wonder about the freakers sometimes, you know? Like, do they feel pain? Anything? Ik weet niet of er hier nog wat in te leveren valt, maar... Nope. That's all I got for now. Oké, hetgeen wat ik van plan ben is om met mijn motor zo snel mogelijk naar het tankstation te gaan. Zodat het me allemaal geen geld kost aan brandstof. Hold on, I'll get it. En als we dan genoeg brandstof hebben, dan kan ik de fast travel maken. Was dit nou een wolf of een sprinter? Ja, Rick, what's up? Ja, Ricky, what's up? I just wanted to say I'm sorry about what happened to Boozer. Yeah, probably not as sorry as he is. Look, Addy wanted you to know that if you hadn't brought her that Liston knife, Boozer would be in a hell of a lot more pain right now. Yeah, well, it just made it easier for you to carve him up. Anyway, we hope he makes it. He's my friend too. Hey, listen. Thanks for bringing us in, Ricky. I gotta go. Deacon out. Wat ik ook nu pas besef is dat hij echt al zijn tattoos ook kwijt is, hè? Lost Lake to Deacon St. John. Are you there? Yeah, Ricky, what's up? Iron Mike says you volunteered to stick around, do some runs for the camp, but that you refused to work for Schizo. Yeah, something like that. Well, I can't say I blame you. Okay, well, I guess I'm stuck with you. So stop by the mechanic shop and... Got a job for you. Yeah, okay. Beacon up. Hier ga ik heen, maar er komt een sprinter achter me aan. Yeah, not bad. Holy fuck. Sprinters zijn goeie, man. Sprinteroortje. Moet die andere ook even oppakken. Die gaf ik echt een vieze headshot. Thanks, sprinteroren. Nou kunnen we gewoon fast travelen. Precies naar dat punt waar ik heen wil. En dan moeten we daar, helaas, dat wel. Weer brandstof kopen, anders komen we stil te staan. Hey, it's all good. Let him in. I'm pretty busy the past few days. Deacon. Nieuwe upgrades? Oh, I got some gas here. Deze man op helemaal niks, joh. Bike's a real guzzler. Nee, dit heeft gewoon geen onderdelen. See you. Ik hoop oprecht niet dat het geglitcht is of zo, want er staat gewoon heel groot nieuwe upgrades. Kom je eraan, kan je alleen repareren en tanken. Geen enkel motoronderdeel. Just a sec. Yeah.
Holy fuck. Pak hem, freaker, pak hem. Ja, gaan ze. Fuck them, weg bij die herdenkingssteen van Sarah, joh. I took Boozer into the Lost Lake camp, and I know, I told you I was never going back there with Iron Mike threatening to break my neck and all, but didn't have a choice. See, Boozer was gonna die, and, well, he still didn't want to go. Hell, I didn't want to go, but, like I said, didn't have a choice. Neither of us did, so it didn't matter. He lost the arm anyway, and now he's stuck. I mean, we're stuck. Goddamn schizo. You know, I can't remember if I told you about this clown, but he's the kind of asshole that's glad all this shit went down. He says he was gangbanging in Sacramento and Fresno. I don't remember, but he says he's not from around here, and he's not. Claims he was dealing drugs and guns from California to Oregon, and then everything went to hell. And you know what? I think he's full of shit. To me, he kind of looks like a frat boy, like he was on the lacrosse team peddling sodas at a mini mart. No, man. He would have had a cushy job at his old man's accounting firm making copies and getting everyone their morning coffee, you know, making more in a day than I ever made in a week. You know, it's this game the Boozer and I used to play before we rode out of Lost Lake for good. We used to call it, Who You Were. You know, we'd look at someone, we'd try to guess who they were before the shit went down, you know. You know, I met a few drug addicts, a lot of ex-cons, no accountants. So, that makes sense, if you think about it. First couple of weeks after the shit went down, I mean, Jesus, that was a freak show. There's no way some accountant or pencil pusher lived through that shit, so I don't know, maybe Schizo's telling the truth. I'm not sorry that you missed it. I'm not. Anyway, Boozer and I wanted to head north and get away from all this shit, but... That ain't happening anytime soon, or happening ever. Hey, look on the bright side. Looks like you're stuck with me. Okay, I'll stop by later. See you. Ik vind het wel schattig dat hij dit steeds doet, hoor. Het is echt schattig. Het is niet dat je er wat mee opschiet of zo, maar... schattig is het wel. Kijk, het duurt 4 uur en 56 minuten om daarheen te rijden. Het is echt een groot gebied. Premiejager en verhaal van Ik Weet Het Nog. Premiejager is die missie van Ricky. Die past er misschien het best achteraan, aangezien we al story hebben gedaan natuurlijk, deze missie. Deze aflevering, maar we zijn redelijk hard bezig geweest met de missie voor Schizo en die Rippers en zo. Dus ik denk dat we even heel snel linksaf moeten gaan naar dit tankstation. Let's see what I can do. Hey!
100 schrootonderdelen in ieder geval. Ik moet naar links, hè. God damn it, not now! Aye. Shit, engine crapped out. Het is echt kut dat hij zo'n grote sprong niet aan kan. Ik denk dat we daar good. Echt ophanging voor nodig hebben, man. Die, die nieuwe vering. Lost Lake Infirmary. Come back. Deke! Hey. I'm feeling a lot of it, you know. You okay? What's going on? Who's? Hey. Nothing. I got tired of listening to the radio-free Oregon. It only takes so much of his truth or bullshit, you know? Deke, Eddie told me how I'd be dead if it weren't for you. Yeah. It must have been fun. Hold me down while she fucking wiped away at me. Remember how Jack carved up that turkey last time we was all together? It kept slipping all over the goddamn table. Yeah, booze man. I remember. I'm still feeling it, you know. Life. Worse than the Rippers. If you hadn't been there to... It's done, Boozer. It's done. It's done. Sorry, I'm feeling a little woozy. Hey, Addie's gonna kill me if she finds out you're out of bed fucking around. Yeah, you're a monk. Call him my name. Lost Lake signed him off. Hey, listen, Boozer. Zo jongens, aangekomen at Lost Lake, Iron Mike's kamp. Tank alweer bijna helemaal leeg, ook al hebben jullie me net zien repareren en zien tanken. Het is echt, als je die afstanden moet afleggen van de ene hoek van de map naar de andere voor wat voor quest dan ook, dan ben je echt lang bezig. Dus we moeten even bijvullen, tanken, reparatie. I'll be here if you need me. En dan ja, hebben we een missie, man. Een story mission bij Ricky, later, tenminste. Deke. Het is echt een klus. We zien het wel. Kijk er ook kijken. Oh, sorry. Ik moet hier staan. Ja, sorry. Als ik hier niet sta, dan kun je natuurlijk niet tegen me praten. Hey, Ricky. You said you had a job for me? Hey, Deke. Yeah. You remember Shane Riley? Everyone called him Red. Red Riley. Yeah, never heard of him, but let me guess. Ginger? But red hair? No. It was his boots. He wore these rattlesnake boots dyed with god-awful red color. He made quite the impression. No, I bet. Anyway, he used to do runs for us back in the day until one day he decides he didn't like the camp credits we were paying. So he up and kills Lindsay Fuller. Who? Lindsay. Worked supply before Blair. Wait a second, so he killed an unarmed woman? Oh, she was armed. She just wasn't expecting him to shoot her in the face. Will you listen? So Red murders her, cleans out her supply hut, and then takes off before anyone knows what's happened. Got away clean. Oh, that son of a bitch. Until now. He and his men have been spotted up at Camp Pioneer. You don't gotta ask. I got this thing about
About killing unarmed women, I know. So I knew you'd want to handle it. Yeah, like I said, I got this covered. What else can you tell me about him? Not much. Oh, wait. He chews tobacco. I heard he was such an addict that he rounds up cigarette butts, takes out the tobacco, and chews that. Well, that's disgusting. So now I got two reasons to kill him. Mm-hmm. Yeah, be careful, Deke. Grappig. Iets waar we sowieso mee aan de slag gaan in de volgende aflevering. Een godvergeten slagveld. Dankjewel voor het kijken naar deze 21ste aflevering van Days Gone. Waar er alweer veel is gebeurd. Echt veel. Wat wel weer echt vet was. Thanks voor het kijken, guys. En tot de volgende. Peace out.